Hallo, ik ben Sine Volkaerts. Ik maak deel uit van het opvoedersteam op het internaat en daar ga ik jullie nu een rondleiding over geven. Hier sta ik dus aan het eerste verdiep van het internaat. Het internaat heeft 4 verdiepen, maar aangezien ze dezelfde structuur hebben, laat ik jullie enkel dit verdiep zien. Als we de deur open doen, komen we direct in de leefruimte terecht. Hier hebben we dan ook stoelen en tafels waar dat de leerlingen aan kunnen zitten, waar dat ze iets kunnen eten, of waar ze een gezelschapsspel op kunnen spelen. Hier hebben we dan ook een heel groot activiteitenbord waarop te zien is welke activiteiten wij aanbieden en ook wat dat de pot schaft, kunnen ze daar lezen. In deze leefruimte, uiteraard, jullie kunnen het zien, dit is een meisjesverdiep. Zoals ik al zei, elk verdiep heeft dezelfde structuur, maar ze hebben andere meubels, een andere achtergrond, andere decoratie, om het zo te zeggen. Hier hebben wij dan ook de gezellige zithoek met een televisie. Dat is altijd fijn om 's avonds samen gezellig een filmpje te kijken. Hier hebben wij dan de opvoederskamer. En hier, ik ga het niet per se laten zien, maar dat zijn de gemeenschappelijke wc's en de douches. Jullie kunnen ook direct onze hele lange gang zien. Van deze gang hebben wij er dus 2. Ik ga me even omdraaien. Langs die kant hebben wij ook zo'n gang. Dat zijn eigenlijk alle slaapkamers van deze verdieping. Dus wij kunnen wel wat internen per verdiep te slapen leggen. Dan ga ik jullie nog 1 kamer laten zien. Ook bij elke kamer is het principe hetzelfde. De kamers hebben dezelfde structuur. Maar de internen mogen zelf kiezen in welke kleur ze het schilderen en welke decoratie ze eventueel meenemen. Maar elke kamer heeft sowieso standaard deze 2 grote kleerkasten. Als ik de deur toe doe, dan zien we ook meteen een grote spiegel en een wasbak. Dat is ook in elke kamer exact hetzelfde. En dan hier hebben wij de kamer van de interne. Er is altijd standaard een bed aanwezig, een hangende plank zoals hier. Een bureau met dit fantastische uitzicht. En zoals ik al zei, mag elke interne zijn kamer indelen en versieren zoals dat hij zelf wilt. Deze leerling heeft bijvoorbeeld gekozen voor een zitzak en een muur in het paars. Dat is naar gelang de keuze van de interne zelf. Dan laat ik jullie nog heel graag het kaf zien. Hier zijn bepaalde spellen dat de interne 's avonds kunnen komen spelen. We hebben bijvoorbeeld een toppenbiljart. We hebben 2 keer een kikkertafel. Hier staat dan ook nog een pooltafel. Dat zijn dus enkele spellen dat de internen met elkaar kunnen spelen. Zo, dan ga ik hierbij mijn rondleiding afsluiten. Heb je nog vragen of heb je interesse om op internaat te komen? Kijk dan zeker naar de contactgegevens en contacteer ons zo snel mogelijk. Ik hoop jullie binnenkort in september te mogen verwelkomen. Bedankt om te luisteren. Dag!